Op woensdagmiddag 8 januari om ongeveer 4:30 botsen twee auto's op elkaar op de A2 bij Best. Ze reden in de richting van Eindhoven en beide auto's vlogen in brand. Een 51-jarige vrouw kwam hierbij om het leven. Er zijn nu vragen aan getuigen, want de politie weet dat het slachtoffer ruim voor de aanrijding twee keer hard geremd heeft. Waarom heeft ze dat gedaan? Lag er iets op de weg? Stonden er mensen? Kwam het door het weggedrag van anderen of was er een andere reden? Zijn er mensen die iets is opgevallen aan de Mercedes 190 van het slachtoffer voor het ongeluk? En er zijn specifieke getuigen die de politie heel graag wil spreken. De inzittende van een witte Opel die kort voor de aanrijding over de A2 reed achter de Mercedes van het slachtoffer. De politie wil heel graag de toedracht van deze aanrijding ophelderen. Bel de tiplijn, anoniem of mail via de website.